blijf je uitspreken. Buig je hoofd niet. Geweld is de taal van dit regime. Onze taal is liefde, redelijkheid, mededogen en menselijkheid. Daarop hebben zij geen antwoord, want zij spreken deze taal niet. In het begin excuses aanbieden, ik wacht van die types. Maar in feite moet de koning wel, hij is een elite. Zijn familie heeft sowieso geplunderd. Dus sorry namens het koningshuis, maar ik ben een burger. Jongen, weet je nog die ophef toen iemand Amalia berechtte? De politie zou de gemiddelde mens uitlachen met je aangifte. Ik snap links niet, ze zijn zo tegenstrijdig. We zijn er echt nog lang niet. We hebben de 1,5 meter, waar we voorlopig echt nog niet vanaf zijn. De mondkapjes mogen straks helemaal niks meer volgens de overheid. Nou, daar ga ik dus ook even mijn mening over geven. Of het goed of slecht is, interesseert mij helemaal niks. Nogmaals, we moeten het met z'n allen doen. Dus ook uiteindelijk met de agenten. Ik zelf merk dat steeds meer agenten het ook zat zijn om te handhaven op die domme dingen. Ja, op een gegeven moment een meneer. En die vond het allemaal zo in straf uitgezeten om onze veiligheid te garanderen. Dat zijn in mijn optiek helden. Daarbij krijgt hij van mij ook nog een knuppel in je nek. Of sterker nog... Ik ben blij, want alles was nog... Zat ik uiteraard niet stil. Zij zullen onvermoeibaar doorgaan. En zij zullen nooit opgeven. Hoe het was om iets te organiseren met elkaar en te zorgen dat er een verbinding kwam. Ik wil bij deze Willem graag op het podium welkom heten. We hebben onze verschillen gehad, maar deze man... ...racisten worden genoemd. Because they all grew up together. They all were neighbors up until that moment inside of us. So today I don't stand it. Streamen en Nicole, mevrouw Revolutie en zo zijn er nog een heleboel. Daarmee wil ik zeggen, volg allemaal mijn YouTube-channel. De mensen die hier allemaal staan, wachten. De dam was leeg en er stonden hekken omheen. Waar was het volk? Wij waren niet uitgenodigd. En ook vandaag. Wij mogen de vrijheid vieren. Maar u moet uw vrijheid wel thuis vieren. En het liefst alleen. In één zin spreken zij over feest vieren, thuis blijven, regels. Voor het omarmen van iemand of voor mijn vader in beweging en mijn moeder. Voor leuk te staan. We zijn kritisch. Druk op het knopje. Stel je voor dat ik met nieuw dat ik zei dat het niet aan hem was. Vertellen dat ik onderdeel geweest ben van die leugenachtige, corrupte club, manipulator. Het is echt, ik kan er nog steeds met mijn penny bij. Maar, we kunnen alle dingen wel opnoemen, toeslagen te gaan. Help sturen, daar zijn we dan van. En denken van, nou jongens, het loopt allemaal niet zo vaart. Het liep wel zo vaart, ze hebben die 82 mensen, ze hebben ons allemaal meegenomen en ze hebben ons een dagje laten zitten. En zoals Mario eerder heeft gezegd, dat we één dagje opgeven voor jullie vrijheid, dat is geen enkel probleem. Ik heb het graag gedaan, ik heb er geen spijt van. Wat is één dag voor onze vrijheid op een heel mensenleven? Helemaal niks. En ze kalen, Mart. Dat was Femke. We zitten nu in Den Haag. Een machtssysteem waar die globalisten gebruik van maken. Al die types op hoge functies. Top van politie.
top van de magistratuur. Ministers, topambtenaren. Ze zijn allemaal verdacht van dat ze ook in zo'n systeem zitten. En laat ze het maar goed uitzoeken. Dat gebeurt dus niet, hè? Totdat wij er genoeg op aandringen. Dat is het systeem wat iedereen even door moet krijgen. In strijd zijn met zichzelf. Luister naar de cijfers op de IC van aankomend weekend. Als het goed is, schieten ze door het dak. En het weekend daarna helemaal. En zouden die IC's vol moeten liggen met Ajax-supporters. En in no time haalden de officier al die 305 terug. Hij is ook actief. Gaat om belangen. Voor westerse begrippen is Nederland een van de meest corrupte landen. Geen sterren, maar satellieten. Trap er niet in. Fuck die iPhone. Als je wakker wordt en het is er naar wat je kijkt, is jouw god niet allemaal Samsung. Het gaat echt niet lekker, man. Dit is rampzalig. Maar volgens mij vinden zij die rampzalig. We beginnen links, maar komen bij Michael Moore. Boys als Al Gore zijn zo goed. Toevallig werkt hij veel met Elon Musk. En toevallig wordt de World Health Organization door Bill gesponsord. Weet je, die techneuten zijn doorgeslagen. Je ziet... Ja, natuurlijk.